Deze beschouwing die is bedoeld voor jonge mensen met een kinderwens. Mijn dochter die kwam met zo'n opmerking laatst, helemaal tot mijn grote verbazing. Ze is nu 19 en zij zei zoiets als: ik wil eerst een hond en als dat dan goed gaat, dan wil ik een kind. Dacht ik, nou, dat is een ander geluid als ik hoorde een tijdje terug. Dan dat ik hoorde een tijdje terug. En toen zei ik tegen haar, toen was ze 16, dat ze net haar eerste vriendje. En toen zei ik tegen haar, als je nou slim bent. Dat is een leuke jongen namelijk. Gewoon een jonge jongen, niks bijzonders. Maar hij was lang. Hij was iets langer dan zij. En zij is al aan de lange kant. 1,80 meter of zo was die jongen. Misschien wel iets meer. Hij deed HAVO. En zou doorstoten naar het VWO. Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Ik kon goed met hem overweg. Hij dus ook met mij. Hij deed ook helemaal niet moeilijk. Een fijne vent. En ik vroeg aan hem, van, wat wil jij gaan doen met je opleiding in je leven en dat soort dingen. En hij had het over elektrotechniek. Toen dacht ik, wauw, dat is een goeie. Eventueel wilde die HBO gaan doen. HBO elektrotechniek. Wat hij nou is gaan doen, weet ik niet. Want die tuthola van een dochter van mij. Ja, ik hou heel veel van haar, van mijn dochter natuurlijk. Maar. Ja, goed. Die tuthola heeft het uitgemaakt. Vond ik zo domme. En ik moet je zeggen, ze ging ook helemaal niet aardig met die jongen om. Tenminste, niet die keren dat ik zag dat ze heel onaardig met hem omging. Dat ik dacht van ja. En alles bij elkaar zijn dat 3 of 4 evenementen geweest. En. Nou, het is natuurlijk maar 3, 4 keer. Maar het is wel 3, 4 keer dat ze. Ja, op de grens van het acceptabele tegen die jongen uitviel. En dat is natuurlijk niet de bedoeling, hè? En toen kregen ze een vriend en die. Ja, die had zo weg kunnen lopen uit een modeshow. Een hele mooie jongen. En die heb ik niet goed leren kennen. En ik vroeg nu wel eens aan, ik heb wel een keer aan haar gevraagd, van wat is die jongen van plan in het leven? Ja, had ze het erover, hij wil wel meubeltjes gaan maken. Alternatieve meubels. Toen dacht ik, oh jee. Ja, ik hoop dat je begrijpt waarom ik wel enthousiast kan worden van een jongen die van de HAVO naar het VWO gaat en denkt over een opleiding elektrotechniek. En dat ik niet zo enthousiast word van een jongen die denkt zijn toekomst te gaan vinden in het alternatief meubeltjes maken. Het leven gaat om meer dingen dan alleen maar leuke dingen doen. En de markt voor meubels is helemaal ingenomen door die Zweedse firma IKEA. Wij zeggen dan IKEA, maar dat is eigenlijk IKEA. Op z'n Zweeds of zo. Ja, voor de rest heb je hele dure meubels. En ja, kortom, er is helemaal geen markt daarvoor. Dus dat wordt een drama.
En dan ben ik niet materialistisch ingesteld verder als mens. En ik ben me er wel van bewust. Zeker als je jong bent, dan, dan moet je toch voldoende geld hebben. Ik ben nou 60 en mijn maandinkomen is echt niet hoog. En ik leef van, dus met eten en schoonmaakmiddelen en toiletpapier. Eten, schoonmaakmiddelen en toiletpapier. Draai ik €50 in de week. Ja, dat is niet veel natuurlijk. Maar ik ben ook 60 en ja, op vakantie, dankjewel. Ik heb Bodrum al gezien, ik heb Marmaris gezien, ik ben in Tunesië geweest. Frankrijk vind ik wel leuk. Het is een end rijden. Ja, dan heb je het eigenlijk gehad. Ja, kortom, vakanties hoef ik niet meer. En spullen hier thuis, ja, die heb ik genoeg. Maar als je jong bent, ja, eigenlijk is dat, ik had toen tegen mijn dochter gezegd, toen ze die eerste vriend had, hè, van als je nou slim bent. En ze zat toen een beetje te hannesen met wat voor een opleiding moet ik nou gaan doen en lalala. En toen dacht ik, toen heb ik tegen haar gezegd van nou, word zwanger. Waarom niet? Ja, wat mij betreft is een mens met het 14e jaar volwassen. En mijn dochter, ja, die heeft wel wat dingetjes. Daar zal ik het zo dadelijk over hebben. Maar ik zag het toen nog redelijk positief in. En dan denk ik, ja, met je 16e zwanger worden, met je 17e baren. En als je 19 bent, de tweede erachteraan. En als je 20 bent, de derde erachteraan. En als je 34 bent, dan is de jongste 14. Die is dus dan volwassen. De oudste is dan 17. Kortom, als je 34 bent, dan heb je de rest van je leven heb je vrij. Vrij, dan heb je de handen vrij. Dan kan je gaan doen wat je wil. En als jij in die tijd tot aan je 34ste een gezin draaiende hebt gehouden, dan kan je zo het management in. Heb je nog een heel leven voor je. En 3 leuke kinderen. Want kinderen zijn per definitie leuk. Uitzonderingen dagen later. Door 1 op de 100 is psychopathisch. Maar ja, daar gaan we niet vanuit. Hè? Dat je zoiets krijgt. Dat, meestal zijn kinderen hartstikke leuk. Dat zei ik toen tegen haar. En toen ging ze dus, zag ik dat gedrag naar dat eerste vriendje toe. En toen dacht ik, oeps. En daar had ik wat van willen zeggen. Maar madame, die zat heel erg aan de moeder vast. En ja, die zag ik gewoon niet zoveel. Ik heb er nooit, ik heb nooit echt die vaderrol kunnen hebben. Anders dan dat ik, ik heb wel de zorgzame rol voor haar gedaan. Die moeder die deed bijvoorbeeld de was niet of nauwelijks. En dan ging ik maar de was doen voor mijn kind. Maar dat is niet echt de vaderrol, snap je? De vaderrol is toch meer dat je tegen je kind zegt van, ooit gehoord van het begrip discipline? Afspraak is afspraak en dat soort dingen. En beleefd doen. En je fatsoen houden. En 3 keer nadenken voordat je wat gaat zeggen. En dat soort dingen. Ja, en nu komt ze dan. En ze heeft dus dat vriendje gehad. Het is best een aardige jongen. Dat is inmiddels ook alweer uit. Maar. En nu heeft ze dan een nieuw vriendje. En die heeft een soort popmuziekopleiding gedaan.
Nou moet je weten dat je met een conservatoriumopleiding verdien je al geen droog brood. En dan popmuziekopleiding, wat is dat nou weer? En hij componeert dan zelf. En mijn dochter zei van ja, zijn composities zijn niet zo toegankelijk. Ja. Yeah. Maar in de muziek kan je helemaal geen geld verdienen. Dat is net zoiets als alternatieve meubeltjes maken. Het lijkt heel erg leuk dat je daar je geld mee zou kunnen verdienen, maar bij dat idee blijft het ook. Het idee dat het heel erg leuk is, maar je kan het niet verwezenlijken. Om jou, als je daar meer van wil weten, dan moet je op zoek gaan naar het interview wat gedaan is met Alan Watt. Moet je even pen en papier pakken. Alan Watt. Dus Alan op zijn Engels, Alan. En dan Wat, zonder S. W-A-T-T. En Thomas Sheridan. Sheridan is S-H-E-R-I-D-A-N. En Alan Watt, die komt... Ze komen allebei uit het Verenigd Koninkrijk. En Thomas Sheridan, die kwam uit Ierland. En Alan Watt, die kwam ergens uit het midden van Engeland of Schotland. Edinburgh of zo. Maar Thomas Sheridan is een Ier. En Thomas Sheridan, die heeft, en Alan Watt ook, allebei hebben ze gewerkt in de muziekindustrie. Allebei weten ze hoe die industrie in elkaar zit. Dat is helemaal geen industrie voor... De industrie zit niet in elkaar zoals jij dacht dat die in elkaar zat. Het gaat om geld en... Het doorvoeren van bepaalde politieke ideeën. En kortom, het is onderdeel van de propaganda. En af en toe zit er een vreemde eend in de bijt. En die heeft dan ook een hit. Maar dat is af en toe. Het is niet zo dat je als muzikant... geld kan verdienen. En zeker als componist kan je geen geld verdienen. Een platenmaatschappij die ziet je aankomen. Thomas Sheridan en Alan Watt, die namen gaf, die twee hebben een interview gedaan bij een Amerikaans radiostation, waarin ze allebei vertellen over hun ervaringen bij de muziekindustrie. En allebei, Alan Watt en Thomas Sheridan, zijn hele bekende YouTubers. Die vertellen over de mondiale politieke agenda. Niet vanuit een... Ja, hun geschiedkundige info is voor verbetering vatbaar. Maar veel dingen weten ze wel. Meer dan de gemiddelde radioboer. En het beeld wat hun schetsen is uitermate uitzichtloos. Voor iemand die van plan is om in die muziekindustrie iets te gaan doen. Ja, kortom, dat laatste vriendje, of dat vriendje wat ze nu heeft. Dat zal een aardige jongen zijn hoor, daar niet van. Maar maatschappelijk gesproken zit daar geen muziek in. Haha, wat een leuke taalgrap. En dan kwam mijn dochter dan met zijn opmerking van... Ja, ik zit wel te denken aan een kind. Nou, dat gaat dan even voor jullie dan. Hè. Ik ga het hier met mijn dochter ook gewoon over hebben. En mijn dochter luistert niet naar mijn beschouwingen. Dus je hoeft niet bang te zijn dat haar arme kinderziel gekwetst wordt of zo. Door wat ik zeg.
mag al blij zijn als ze überhaupt naar me luistert. Eigenlijk, dat mag toch. Iemand die zelf kinderen heeft en die hier toch naar luistert, die weet wel wat ik bedoel. Natuurlijk ben je kritisch als ouder op het wel en wee en het presteren van een mens waar je ongelooflijk veel energie in gestopt hebt. En dan wil je dus automatisch dat het ook wat gaat doen wat jou bevalt. Want anders heb je al die energie, al die tijd, al die aandacht er voor niks in gedouwd. En dat is een zuur bestek, man. Maar daar snappen andere ouders van. Ze komt binnenkort, komt ze weer even langs, hoor. Komt wel goed. Ik vind het natuurlijk wel leuk dat ze denkt aan kinderen. Dat wel. En dan voor jullie, hè, als je dus daaraan denkt, je bent iemand met een kinderwens, ja, maak je een reële voorstelling van zaken. En het beste model wat ik je kan adviseren is het model waarbij de mannelijke partner een baan heeft in een sector waarin altijd werk is. Dus elektrotechniek of loodgieterij of stratenmaker. Of de bouw. Maar elektrotechniek is een onderdeel van de bouw natuurlijk. De zorg is er ook een. Dus als jij een leuke jongen kent en die heeft een baan in die sector waarin ik nu werk. Ik zit in de gehandicaptenzorg. Ik dan als onderin. Ik maak de toiletten schoon en af en toe mag ik eten koken. Dat is dan, ja, eten koken is dan het meest verhevene wat ik doe. Voor de rest de bedden opmaken, gangen dweilen, dat soort dingen. Maar heb je een jongen die daarin in die sector zit en dan in de begeleiding? Zo heet dat. Begeleiden van gehandicapte mensen. Ah, dan heb je een goeie. Dan heb je dus altijd werk. Snap je? Dakdekker. Dat is ook zo'n heel mooi beroep. Dakdekkers zijn altijd nodig. Dit zijn, even voor jou als vrouw, dus je moet een man hebben in zo'n soort beroep. En liever niet beroepen zoals salesmedewerker. Het gaat hem niet helemaal worden. Liever een kundige jongen die wat kan. Je hebt altijd werk. Nou, en jij als vrouw, nou, je hebt dus die strategie dat een vrouw zo snel mogelijk na het baren van het kind een baan neemt en dan het kind onderbrengt bij een overheidsinstelling. Dat is het model van Brave New World van Aldous Huxley. Als je dat boek niet kent, dan moet je helemaal niet beginnen aan kinderen. Punt 1. Dus ja, dan ben je gelijk al afgevallen. Als je Aldous Huxley met het boek A Brave New World niet kent, niet gaan denken aan kinderen. Ga eerst maar denken aan hoe je aan dat boek gaat komen en wanneer je dat gaat lezen. Als je dat boek aan het lezen bent, dan zal je wel snappen wat ik bedoel. A Brave New World is een blauwdruk van de wereld die, ja, dat, wanneer is dat? Eigenlijk is het een heel oud plan. En het werd heel concreet gemaakt in de 20e eeuw door met name de auteurs Aldous Huxley. En die andere, die heet Blair. En niemand kent zijn eigen naam, eigenlijke naam.
Blair. Iedereen kent hem onder de naam George Orwell. En die heeft het boek geschreven in 1984. 1984. En 1984 en A Brave New World, dat zijn romans en die beschrijven een dystopie. Die beschrijven een samenleving waarin je niet wil wonen, werken, leven, verblijven. Het tegenovergestelde van een dystopie is een samenleving waarin je heel graag zou willen wonen, leven en verblijven. En dat heet een utopie. Utopie betekent overigens letterlijk nergens plaats. Want u is het, natuurlijk wel het Griekse. Een topos, dat is locatie of plek. En u is een ontkenning. Dus geen plek, ja, nergens huizen zou je kunnen zeggen. Dat is een utopie. Zeggen mensen dan ook, hè? Ja, wat je nou beschrijft, dat is een utopie. Waarmee ze dan bedoelen, dat is helemaal nergens het geval. Dat kan je wel denken, maar dat zal nooit gebeuren. Maar dat is dan wel heel erg fijn. En het tegenovergestelde van een utopie, dat is een dystopie. En ja, Nederland is een dystopie. Tenzij je dat niet in de gaten hebt. Maar dat verandert niks aan het feit dat het dan nog steeds een dystopie is. Waarbij moeders dus de band tussen zichzelf en het kind of de kinderen, de intensiviteit van die band, de innigheid van die band, opofferen voor een band met een schier anonieme organisatie, de werkgever. Dus ja, als je dit inmiddels 70 jaar geleden had gezegd, of 80 jaar geleden had gezegd in Nederland, dat vrouwen daar vrijwillig voor zouden kiezen, dan hadden mensen je voor gek verklaard. Hadden ze gezegd, nee, dat doen vrouwen niet. Die gaan nooit de innige band met hun kinderen opofferen, zodat ze een innige band gaan krijgen met een schier anonieme werkgever. Maar nu is dat dus wel zo. En iedereen vindt het normaal. En dat is niet normaal. Ik ken een vrouw. Of ken je, ja, toen zag ik die regelmatig. Ik werkte als contractor, als ZZP'er. Ja, bij heel veel bedrijven heb ik gewerkt. En op dat moment zat ik dan bij een bedrijf. En dat had een kantoor bij Rotterdam, langs de A16, bij de afslag naar Capelle aan de IJssel. Precies bij dat verkeersknooppunt. Daar ligt een rotonde en die rotonde die is 6 baans of zo. Echt bizar. Ja, dan zat er zo'n torenflat. En in die torenflat dan heb je, ja, dus kantoren. En dan wordt een vleugel wordt gehuurd door een bedrijf. Zo ook dit bedrijf was een internationale farmaceutische organisatie. En die kantoren die worden, dat zijn van die handige, ja, zelf in te delen verdiepingen. Dus ja, als je het anders wil, dan belt zo'n afdeling management, belt even met een kantoorverbouwer. En dan komen er een paar van die mannen, allemaal altijd mannen, komen dan langs. En die verplaatsen even de muren. Dus dan maak je het ene kantoor wat kleiner, het andere kantoor wat groter. En je kan ook hoekjes maken en zelfs de deuren naar de gang. Daar kan je zo een deur laten verwijderen en ergens anders een deur bij laten plaatsen. Dus het is allemaal, hoe heet dat? Het heet niet prefab of zo, maar het heet anders. Modulatiebouw of zo. En die had net een kind, dat wist ik. En die had een jongetje. En het jongetje was toen 1 jaartje of 1.
En zij zat dan achter haar laptop. Ja, niet van haar, maar van het bedrijf. En dat was een ongelooflijk oude laptop. Waar ik ook nog dacht van jeetje, het is een schande dat je je personeel laat werken met zulke verouderde apparaten. En dan naast haar lag zo'n blueberry, blackberry. Er kwamen allemaal bliep, bliep, allemaal berichtjes van haar vrienden of zo. Die kwamen erop binnen. En dan haar toetsenbord met een beeldscherm en daar dan haar echte, oh zo belangrijke werk. En dan zei ik tegen haar, of ik vroeg aan haar, van mis je nou je kind niet? Keek ze mij zo heel glazig aan, zei ze mijn kind missen? Als ik thuis zit, dan komen er muren op me af. Denk ik, nou, waar je nu zit, daar komen de muren letterlijk op je af. Als de afdeling management beslist dat jij in een kleine kantoor woont, voortaan. Dan komt de muur echt op je af. Dan schuiven ze hem zo een meter naar je toe. En die organisatie waar zij voor werkt, maalt die om het personeel? Nee, hoe kom je erbij, man? Interesseert ze helemaal niks. Er werken wereldwijd 100.000 mensen. Die lui die malen helemaal nergens om. En de band tussen haar en haar kind. Dat kind is straks ja, equivalent gehecht aan de persoon die die zag bij de kinderopvang. En dan die persoon die af en toe er is en die wil mama genoemd worden. Nee, dat moet je niet doen. Dat moet je niet willen. Je moet het als vrouw ook inzien dat je dat niet moet willen. Bij datzelfde bedrijf, daar werkte een vrouw. En die was daar voor een automatiseerder. En ik was er ook van een automatiseerder en zeerder, namelijk mijn eigen bedrijf. En ze waren bezig om een oud softwareprogramma af te koppelen en een nieuw programma aan te koppelen. En zij zat in het team. En dan werkte ze voor KPMG of ze werkte voor Deloitte & Touche of zo. Zo'n grote accountantsfirma. En die doen ook ICT-dingen. En ze had een hele dure jurk aan. Ja, dat weet ik dan wel, dat soort kledij duur is. Ja, ze was begin 30 of zo. Een mooie vrouw. Brunette. En zij was bezig samen met haar team dus voor die overgang van het oude systeem naar het nieuwe systeem. En ik wist al dat het een drama zou worden. Dat had ik al aan zien komen. Want ik kende die administratie van haven tot gort en ik was er verder niet bij betrokken hoor. Ik was bij voor een ander project wat er ook liep, wat ook over moest. En dat werd ook een drama, dat wist ik ook al. En mij maakt het niet zoveel uit. Maar zij, ja, haar hachie hing er vanaf. Zij zat op het project en het project moet goed gaan. En dat werkte met deadlines en dat zijn hele grote companies. En als je daar naast de pot piest, jongen, ontslagrecht. Ja, je hebt het recht om ontslagen te worden. Dat soort bedrijven die ontslaan niet functionerend personeel niet. Wel jij, nee, je wordt overgeplaatst. Je wordt net zo lang overgeplaatst totdat jij denkt, nou, ik ga ergens anders werken. Oh, 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 en die jonge vrouw, het was al 8 uur 's avonds. Ja, en ik zat daar als contractor. Ik schrijf mijn uren. Dus ik vind het best. Het was na mijn scheiding. Dus, en mijn dochter was bij die fijne moeder. En ja, ik zie alleen maar per uur zoveel euro binnenkomen. Ik vind het best hoor. Koffie was gratis. En ik was met de auto. Dus nou ga ik om 11 uur 's avonds naar huis. Dan zet ik mijn auto hier aan de dijk.
En dan ga ik lekker naar de kroeg. Ja. Ja, ik heb ze dan toch weer verdiend voor die dag. Ja, mij maakt het allemaal niet uit. Maar die jonge vrouw, die had wallen onder de ogen. Zo, de knetter. Die zat er helemaal doorheen. Ja, met zo iemand heb ik te doen. Ja, die kiest er natuurlijk zelf voor, maar... En ook meisje. Moet jij nog 30 jaar mee? Die business is meedogenloos, joh. Mijn dochter, die had het er ook over. Van ja, dat hele zakenleven, bedrijfsleven, het is allemaal keihard. En dat moet eens veranderen. Want haar argument was dat het zelfmoordpercentage onder mannen is aanmerkelijk hoger dan onder vrouwen. En zij weet dat maar even voor het gemak aan het feit dat de business zo hard is. Waarbij mijn dochter niet beseft dat mannen het helemaal niet erg vinden dat de business keihard is. Daar houden ze van. Dat is een... de kikkers op. Gewoon keihard zijn. Dat mannen een hoger zelfmoordpercentage hebben, dat heeft veel te maken met het feit dat, vooral sinds de jaren 60, 50, 60, dat die scheidingsgolf opkwam en dat mannen, dus vaders, contact met hun kinderen verliezen. Nou, dat is killing. En mannen die opgevoed worden door alleen hun moeder. Dat is killing. Maar de zogenaamde keiharde business, ben jij maf, man. Zo'n mooie uitspraak van een vriend van mij, die zit in de bouw. En een collega van hem, die had iets dan afgemaakt. Zeg maar afgemaakt. En hij moest ermee verder. En hij ziet dat brachelwerk. Hij roept die collega erbij. Die zegt van, noem je dit af? Hey, moet ik meer jij aan de slag? Waar ben jij gebleven, jongen? Dit deugt niet, dat deugt niet, een zus deugt niet. En die collega van hem van, nou zeg, dan mag je wel wat vriendelijker zeggen. Waarop mijn vriend tegen die vent zei van, hoezo? Ik ben hier niet om vrienden te maken, ik ben hier om te werken. En jij doet je werk niet goed? Nou, daar zeg ik wat van. En nee, dat zeg ik niet per se vriendelijk. Ik ben niet van de therapie of zo. Maar dat zijn mannen. En jij als vrouw daartussen? Nee, joh. Nee, overweeg het. Als je dat kan redden. Als jij een mannetje hebt. Nou, ik zit nu, om even een boekje open te doen, hè. En werk ik 100 uur in de maand. En dat schuift voor mij €1.450. Maar ik zit wel op een flexcontract. Dus, ja, voor november heb ik weer heel weinig uren. En hoe ik dat door moet komen, weet ik ook niet. En dan december wordt het weer wat ruimer. En nou, we zien het wel. Hè? Maar goed, 100 uur in de maand. Maar je kan als man veel meer werken in de maand. Je kan makkelijk 160 uur in de maand draaien, toch? Nou ja, 1,6 keer 1400. Dat lijkt mij toch bijna €2.000. Even uitrekenen. Ik ben heel erg voor kinderen, hoor. En, dus begrijp me goed, hè. 1450 doe ik nou. En keer 1,6. Ah, dat is 2320. Nee, dat is meer dan €2.000. Maar ja, dan val je natuurlijk in een iets hogere belastingsschaal. Dus als je zo weinig verdient als ik, dan belasten ze je bijna niet. Maar laten we uitgaan van dat je €2.000 binnen kan krijgen. Nou, de woning waarin ik woon, die kost mij €370 in de maand. Zonder gas en water dan. Hè? En elektra. Ja, ik wil maar zeggen, van €2.000 in de maand kan je met z'n drieën leven.
Dan moet je wel genoegen nemen met een of andere woning in een of andere wijk. Maar het kan wel. Ik heb een nicht en zij moet werken. Ze moet wel werken. En ja, ze woont wel in Amsterdam. Het is best duur hoor, Amsterdam, om te wonen. En ik woon dan in Arnhem, zo'n provinciestadje. Ja. Dat is toch te verkiezen. Als je dus een man hebt die in de elektrotechniek zit, ja, die moet ook in Aalten, zit er ook wel elektrotechnisch bedrijf van Beuningen BV, waar die voor kan werken. En in Aalten, dat is zo'n klein dorpje in de buurt van Duitsland. Ja, er is geen zak te beleven natuurlijk. Daar heb je geen bioscoop. En, ja, het dorp is in rep en roer op vrijdagavond. Want heeft de snackbar heeft altijd een aanbieding. En dat is het dan. Maar als het dan gaat om het opgroeien, laten opgroeien van een kind. Jongen, daar is toch echt, daar is veel voor te zeggen hoor. Want ik heb er met volle teugen van genoten. Van het opvoeden van mijn kind. Oh, wat was dat leuk. En ik had het dan nog relatief erg moeilijk, omdat de moeder van mijn kind niet meehielp in de huishouding. En op andere fronten ja, heel vervelend deed, dat ze vreemd ging en ja, een hoop chaos veroorzaakt op die manier. Maar dan nog was het een geweldige tijd die ik voor geen goud ter wereld had willen missen. Want zorgen voor een kind, dat is ongelooflijk leuk. Dus als je dat wil, dat heb ik nu dan verteld, jij als vrouw, want kinderwensen komt denk ik het meeste voor bij vrouwen. Zelfs mijn dochter, die 2 jaar geleden nog riep van, ik wil helemaal geen huisvrouw zijn. Ja, die zit nu toch te denken van, ja, ik zou wel een kind willen. Ja, en dan ben je toch in meer of mindere mate, word je huisvrouw. En het liefste dus, zou ik zeggen, ik kies er helemaal voor. Kijk, na 14 jaar zijn die kinderen zo goed als volwassen. En dan kan jij de deur uit, heb je de handen vrij. En voor die tijd heb je al een beetje je handen vrij. En dus jouw tijd komt heus wel. Eerst maar eens ervoor zorgen dat jouw kind een hele fijne jeugd heeft. Ik zal er wel een andere uitzending gaan wijden aan hoe je dat moet doen in de omgang met je kind. Want daar worden ook nogal wat fouten gemaakt. En die zijn niet nodig. Het is namelijk best simpel om te zorgen voor een kind. Maar daar ga ik een uurtje apart voor inplannen. Wat je niet moet doen, en dat heb ik gezien op mijn werk, zag ik daar een voorbeeld van. Het is een vrouw en die heeft dan een baan. Nou, daar heb ik net van gezegd, dat moet je eigenlijk al helemaal niet willen. Het is allemaal best dat je wil werken als vrouw. Als je je kinderen jong krijgt, doe dat dan. Hè. Krijg dan zo jong mogelijk je kinderen. En dan als die kinderen 14 zijn, 15 zijn, 16 zijn, ja, dan kan jij gaan doen wat je wil. En deze vrouw die werkte in de gehandicaptenzorg, of die werkte in de gehandicaptenzorg. Maar dan is ze ook nog gescheiden van haar man. Ja, joh, dan zit je echt in een spagaat. Dat moet je niet doen. En die betreffende middag waarop ik haar bezig zag. Wauw, toen was er iets misgegaan in de planning en ja, ze moest dus werken en ze had nog de verantwoordelijkheid voor die kinderen. En die man die kon dus niet eerder komen. Dus moest ze de kinderen meenemen naar haar werk.
Ja, dat kan niet. Je kan je kinderen niet meenemen naar je werk. Dus in alle gevallen is dat ondenkbaar. En toen ging dat zoontje van haar ook nog huilen. En toen ging zij uitvallen naar dat zoontje van... hou eens op met huilen, want we zitten nou niet thuis... en we zitten bij mama op het werk en hou een beetje rekening met mij. Kijk, dat is dus niet de manier. En dan doe je het helemaal fout. En veel beter is het om je te houden aan die regels die ik je net gaf. Dus jij als vrouw zie uit naar een jongen met reële arbeidsmarktverwachtingen. Dus niet een jongen die je denkt te gaan maken in de muziekindustrie of in het bouwen van alternatieve meubeltjes. Maar een jongen met zo'n saaie baan. Ja, en het liefste kan ik je adviseren, of het beste kan ik je adviseren, een jongen met een besef voor het eeuwige. Een mooie algemene term. Een jongen met metafysisch besef. Een jongen die snapt dat deze samenleving, daar ben je noodzakelijk, ben je erin. Dat kan niet anders. We kunnen niet wonen en werken op Mars. Ook niet op Venus. Ook niet op de maan. Dus het moet wel hier op aarde. Maar je kan niet zijn van deze wereld. Deze wereld is uitermate zondig en doortrapt. Het is te erg voor woorden. We hebben een overheid die liegt. We hebben universiteiten die liegen. Noem het maar. Iedereen is aan het liegen. En bedriegen. Maar je moet een man hebben die dat weet. En die dan niet... Want die man heb je ook. En die, ik ben tegen de Illuminati. En die gaan dan zuipen uit protest of zo. Met z'n mede-buddies nachtenlang doorhalen. En dan allemaal zijn ze het niet eens met wat de Illuminati nou weer hebben uitgevroten. Kijk, zo'n sukkel moet je niet hebben. Wat je moet hebben is een man die snapt dat de wereld noodzakelijkerwijs zo slecht is. En dat je in die slechte wereld goed moet zijn. Zo'n man moet je hebben. En heb je zo een man gevonden? Dan waarschijnlijk is het dan een bijbelgelovende christen. Je kan het ook omdraaien dat je zegt van nou, ik meld me aan bij de protestante gemeente Arnhem of protestante gemeente Bevelo of zeg het maar. En ik ga daar op zoek naar een kerel. Dat kan je ook doen. Mijn dochter die met haar tweede vriendje. Dan zie ik dus zo'n fotomodel à la zo'n... Die had er zo in de reclamebusiness ingekund. Met reclame dinges te zijn voor het nieuwe shampoo voor mannen. Dat is niet zo verstandig om daarvoor te gaan. Je rekening mee houden dat als jij denkt aan kinderen, dat die kinderen die hebben een vader nodig en een moeder, allebei. En niet alleen dat die twee mensen er als mens zijn, maar dat die mensen er zijn als paar, als echt paar. En dat je bij elkaar blijft tot aan den dood. Kijk, ik heb nu bijvoorbeeld een grappig akkefietje aan mijn linkerhand. Het zal allemaal wel goed komen. Ik hoef geen Giro 555 storting of zo. Maar ik kan eventjes mijn linkerhand niet gebruiken. De boel zit in het gips.
Ja, hoe ga ik dan eten koken? Met één hand. Dat is lastig hoor. Kan jij een ui in stukjes snijden met één hand? Oh ja, hoe doe je dat dan? Kun je een jampot opendraaien met één hand? Oh ja, joh, hoe doe je dat dan? Nou, ik red me wel. Je hoeft niet langs te komen. Maar ik ga al wel inplannen dat een vriend van mij. Die wil toch een keer langskomen, een beetje koffie drinken. Nou, dan maak ik even een eetafspraak van. In die zin dat hij mag eten koken. En dan heb ik eventjes voor 3 dagen weer eten in de koelkast. En ik ga ook mijn dochter inschakelen dat zij wel langskomt. Maar dat is de bedoeling natuurlijk niet. Ja. Dat huwelijk tussen mij en die moeder, dat had zodanig belangrijk moeten zijn, niet alleen voor mij, niet alleen voor mijn kind, maar ook voor die vrouw, dat we nu nog bij elkaar waren geweest. En dan was dit hele akkefietje met het feit dat mijn linkerarm nu in het gips zit, helemaal geen enkel probleem geweest. Snap je? Daarom moet je als man en vrouw bij elkaar blijven tot aan den dood. Punt. En als je dat niet van plan bent, als je heel lichtvoetig denkt over de waarde van het bestaan, is allemaal best. Maar dan geen kinderen voor jou. Alsjeblieft niet. Ja, neem dat serieus. Dat zijn mensen namelijk. En als jij een hond neemt, om even terug te komen op het verhaal van mijn kind dus. Als je een hond neemt, dan heb je de zeggenschap over dat beest. Dat vindt iedereen zo leuk, hè? Ja, dan roep ik een commando en dan gaat die hond precies doen wat ik doe. Wat ik zeg. Zit. Kwispelen. In je mand. Aan de voet. Aan de voet. Dat is allemaal leuk dat je zeggenschap hebt, maar je bent er ook verantwoordelijk voor. En een hond heeft behoefte. Ik heb een buurvrouw die woont hier onder mij. En die heeft een heel schattig, leuk pupje. Dat is een beagle. Ja, dat zijn hele lieve hondjes. Maar een beagle, dat is dan typisch een roedelhond. Er zijn ook honden die heel goed het solitaire bestaan aankunnen. Maar een beagle, dat is dan typisch een roedelhond. En wat ze dan doet. Dan laat ze dat beestje alleen. Eergisteren was het zondag. Toen is zij, ik heb het nog opgeschreven ook. Ik hoorde die hond voor het eerst janken om 12 uur 's middags. En het laatst hoorde ik hem janken om 16:50. Dat beest is 4,5 uur alleen geweest. Dat moet je een beagle niet aandoen. Die denkt dat hij doodgaat. Want eenzaamheid levert de dood op. Als je buiten de roedel valt, is dat het einde van je bestaan. Dat denkt zo'n hond. En je kan niet voor die hond op een briefje schrijven van baas, je komt terug om 16:45. Het is nu 11:30, maar om 16:45 komt het baasje terug. Ja? Dat kan niet. Dat begrijpt een hond niet. Een hond kan geen Nederlands, kan geen Engels, een hond kan geen taal. Dus als je verantwoordelijkheid voor die hond, wat die buurvrouw dus mooi eventjes de bibs mee afveegt. Ja, het is toch hondenmishandeling. En zij vindt van niet, hè? Ze zei ook een keer tegen mij van, nou, ik laat hem wel eens alleen. Maar dan jankt hij een kwartiertje of zo en dan is hij weer stil, hoor. Dat is dus helemaal niet waar. En ik hou dit in de gaten. En als het, ik schrijf het dus op. En dan komt een dag. En dan bel ik bij de ran. En dan zeg ik, dit en dat is het geval. En wil je wat beter voor je hond zorgen, AUB? En dan wordt ze boos natuurlijk. En daar heb ik ook geen zin in. Maar ik wil maar zeggen. Het nemen van een hond, het betekent niet alleen dat je de zeggenschap krijgt over een ander individu, maar ook dat je verantwoordelijkheid hebt. En naar een mens toe heb je dat ook. En een beagle mag je niet alleen laten.
Punt. Als je een poes neemt. Een poes kan je alleen laten. Een poes is een solitair beest. Ja, ik vind het klinkt om, misschien een beetje streng wat ik nou zeg. Maar ja, het gaat wel om het belang van kinderen. Snap je? Daar kan je niet te lichtvoetig over doen. Want ik zie het zoveel fout gaan. En dat gaat mij aan het hart. Het zou jou ook aan het hart moeten gaan. Dat je dat niet mag doen. En de boodschap naar mijn dochter wordt dan ook van... Ik vind het allemaal best dat je nadenkt over... hoe leuk het wel niet zal zijn om verantwoordelijk te zijn voor... Of zeggenschap te hebben. Want nou ja, goed, bij ieder geval, je hebt dus een kind onder je. En toen ik tegen haar zei... Eerst ga jij werken aan een duurzame relatie met een man. En eerst ga jij leren om je grote mond naar een man te snoeren. Anders koop ik voor haar bij de SM-winkel wel zo'n bal. Met een leerriempje. Ken je die dingen? Die moet de vrouw dan in de mond nemen. Dan een riempje achter haar hoofd. En dan trek je dat riempje aan. En dan kan ze niet meer praten. Dus in de SM is dat. Sadomasochisme. Serieus, ik bedoel dit helemaal niet grappig of zo. Want zoals zij omging met haar eerste vriendje en dan een kind? Nee, AUB. Geen toestemming van mijn kant. En dat betekent niet dat ze het niet kan gaan doen. Want ja, zij is 19 en ja, die doet gewoon lekker wat ze zelf zin in heeft. Vind ik ook prima, vind ik best... Maar dan nog hoef ik niet mijn toestemming te geven. Vanuit mijn hart dan. Hè? Want een kind op deze wereld laten komen... en het vervolgens niet de verzorging geven die het nodig heeft... zoals mijn benedenbuurvrouw dus een beagle in haar huis neemt... maar niet die beagle geven wat de beagle nodig heeft... dat is misdadig. Neem dan een poes. Ja, toch? En bij een mens... Ja, als je een mensenleven... Moet je dat zeggen? Als je een mens... niet het leven geeft wat het... nodig heeft... Dus dan heb je de mensen, die is ter wereld gekomen en dat ga je dan beperken? Dat is misdadig. Dat is onvergeeflijk. En ik heb dat dus meegemaakt hoe mijn eigen dochter door die fijne moeder aan alle kanten beperkt werd... En ik zal mijn dochter duidelijk maken dat het idee alleen al dat ik nog een keer moet toezien, hulpeloos moet toezien, hoe een volgend kind beperkt wordt, dat is voor mij een nachtmerrie. Het zou een reden zijn om mijn leven vroegtijdig te beëindigen. En daar mag mijn dochter best van schrikken, van die hardheid van dat woord. Ik zeg niet dat ik zelfmoord ga plegen, maar het zou een reden kunnen zijn. Ik zou echt radeloos, reddeloos, redeloos worden. Ik denk dat ik het niet zou accepteren. Als ik het zo merk, hè, als mijn kind is dus een kleinkind van mij... en het zou net zo behandeld worden zoals mijn kind behandeld is tijdens haar jeugd. Wauw.
Maar dan, ik denk dat ik... Nee, ik sta daar niet meer voor mezelf in. Maar ik ga dat niet zo leidzaam... ik zal daar niet zo leidzaam, volgzaam mee omgaan... als dat ik gedaan heb bij de verwaarlozing en mishandeling van mijn eigen kind. Dat kan je lekker op je buik schrijven. Dat hele gedrag van mij destijds... dat valt nu bij mij onder het hoofdstukje... zachte heelmeester, stinkende wonden. Als ik dat nu weer zou merken, dan wordt het harde hand. Dan gaan de ruiten sneuvelen. Dan gaan er woningen in vlammen op. Dolgedraaid vader, red kleinkind. Nee, ik moet er niet aan denken. En ik hoop van harte dat mijn dochter een goede man vindt, punt 1. Met een reële verwachting en kansen op de arbeidsmarkt. Dat ze respectvol omgaat met die persoon. Nou, zuinig leven, daar hoef ik me geen zorgen over te maken, want dat kan ze wel. En dan met volle teugen gaan genieten van de verantwoordelijkheid die je hebt voor zo'n klein hummeltje. Oh, wat is dat leuk. Ja, dat is heerlijk. Dat gun je iedereen. En zo'n klein hummeltje alles geven wat zo'n klein hummeltje nodig heeft. En dan krijg je een heel mooi, stabiel, nadenkend, gezond mens. Snap je? En daar heb jij dan aan meegewerkt. Kijk, dan kan je trots zijn. De moeder van mijn kind, waar moet die trots op zijn? Waarop? Mijn kind werd elke ochtend... dusdanig uitgescholden dat ze een beetje 6 dagen in de week had mijn kind 's morgens een huilbui. Zes dagen in de week begint de dag met een huilbui. Moet die moeder daar trots op zijn? Nou, dat lijkt me erg ver gezocht. Wat jij? Ja? Dus houd het goed in de gaten. Ik ken ook een jonge vrouw, die is de leeftijd van mijn dochter. En die is momenteel zwanger. Nou, ik hou mijn hart vast. Ja. Hoor, die vader, die is nu nog in beeld... En daar heb je het denk ik mee gehad. Ik hoop dat die vader in beeld blijft natuurlijk. Maar zij heeft een enorm grote mond. Dat gaat me tekeer, jongen. En het zou mij niets verbazen dat die man... Ja, na jaren... bij de zoveelste scheldpartij de deur uit gaat. Of erger nog, de deur uit wordt gezet. En dan heb je weer een kind van een alleenstaande moeder. En geloof me, kinderen van alleenstaande moeders... dat is kinderverwaarlozing en kindermishandeling per definitie. Kijk, als je vader om het leven is gekomen bij een bedrijfsongeluk of op een andere manier,
Ja, daar kan niemand wat aan doen. Dat is gewoonweg een ramp. Maar als je vader buiten beeld is en het is dus een ramp, ja, en het is niet vanwege een ongeluk, dan is het een ramp die veroorzaakt is met opzet. En degene die verantwoordelijk is voor die ramp, die is daarvoor verantwoordelijk. En daar komt een moment en dan wordt het betalen. Dan komt de vergoeding. En daarom ben ik zo streng. Snap je? Nou, de volgende uitzending over de kinderwens en hoe je daarmee om moet gaan, dat wordt alleen maar positief, denk ik. Ja, wel. Nee, ik zal ook wel voorbeelden noemen van moeders die het ongelooflijk verpest hebben. Om je een goed beeld te schetsen. Maar het zal gaan hoe je het moet doen met je kind. Hoe je daarmee om moet gaan. Want het is zo leuk, joh. Het is zo ontzettend leuk om te zorgen voor een kind. Ik hoop dat ik je een beetje aan de ene kant goed serieus heb toegesproken. Dat het geen lichthartige beslissingen zijn die je neemt als je zwanger gaat worden. Mogelijk zwanger gaat worden. Dat je er goed over moet nadenken. En ik beloof je dat het ongelooflijk leuk is met een kind. Als je het goed doet. Ja? Nou, en vol van vertrouwen zeg ik nog op zijn hamburgers tegen jullie. Tjus! En dag lieve toekomstige ouders.